Hallo en welkom bij Pols Model 2 en Stuff. Het is weer einde van het jaar. Tijd voor wat leuke dingen op de baan te zetten, terugkijken naar de rest van het jaar. En in dit geval nog wat verder, want ik zat terug te kijken. Ik ben begonnen in januari 2017. Dat betekent dat ik nu alweer 5 jaar hiermee bezig ben. En het 6e jaar inga. In het begin deed ik alles nog in het Engels, op een metalen werkbank, in een schuurtje tussen de fietsen. En inmiddels heb ik die zolder voor mezelf. Ik doe meer dan alleen treinen op deze zolder, zoals je hier dus ook dat paneel ziet. En dat is een van de vele projecten die ik hier tussendoor doe. Eind vorig jaar, begin dit jaar, heeft zich een partij gemeld. Of die mijn video's op hun platform mochten zetten. Nou, voor de mensen die er wel eens op letten, mijn video's worden uitgegeven onder Creative Commons Attribution, als ik me niet vergis. Het betekent in ieder geval, je mag alles van mij kopiëren en gebruiken, zolang als je maar vertelt dat het van mij was. En onder die voorwaarden mochten zij ook publiceren en in feite viel dat ook onder wat zij wilden, gewoon mijn filmpjes op hun platform zetten en vertellen dat het van mij afkwam. Maar ja, een appeltje eitje zou je denken, dus ik zou daar nu moeten staan, maar er kwam een contract langs waarbij ik mocht tekenen voor alle risico's als hun ergens over aangeklaagd zouden worden of ergens problemen mee kregen van het zou een filmpje van mij zijn, dan zou dat mijn probleem zijn en niet hun probleem. Dus nee, dat is hem niet geworden. Ze wilden het risico ook niet nemen dat zij mijn filmpjes daadwerkelijk moesten bekijken. Dus dat heeft me wel aan het denken gezet. Ik heb inmiddels 1000 abonnees. En dat betekent dat YouTube mij ook gaat aanbieden om geld te verdienen met mijn abonnees. Monetizing. Maar ik vind reclame zelf al irritant genoeg. Het is een noodzakelijk kwaad in geval van YouTube, want ik betaal er ook niks voor. En zij gooien wel mijn filmpjes overal neer. Maar ik word er niet echt blij van. De sponsoring oproepen, klik hier en kijk wat een fantastisch product. Ik doe het nu al 5 jaar zonder en ik ga dat de komende tijd in ieder geval nog volhouden. Dus alle reclames die je ziet in dit filmpje, sorry, dat gaat allemaal naar YouTube en niet naar mij. Maar genoeg gezeur over sponsoring en reclames, op naar het leuke. 2022 begon met een hele grote verzending van oude treinen naar Las Vegas. Daarna was de zolder. Het was wel vaker een hele grote puinhoop. Het eerste locomotief waar ik echt mee bezig ben geweest was deze Märklin Hamo motorpost. En ik had er al één wagon voor, daarna kwamen er nog een paar bij. En meest recentelijk heb ik er wat omgerolen. Nu is het een mooie setje. Niet te veel wagons, past goed bij elkaar. Daarna was het tijd om de Structon-familie uit te breiden. Ik had al de Esther en daarbij gekomen de Anneke. De Anneke is een NS 22-2300. Past misschien wel mooi bij de andere 22-2300. Ze heeft haast vandaag. En beide zijn werklocomotieven. Ik moet zeggen dat ik vind dat de ene beter in de verf zit dan de andere. Het probleem met deze Esther, nee, Anneke, was dat de aandrijf kapot was. Om mijn baan te decoreren heb ik ook een gasaanbreng statisch ontlader gebouwd. En inmiddels is alleen Arduino gesneuveld, omdat ik per ongeluk een vonk had die via een signed Arduino invloog. Moet je erg oppassen met dat soort dingen. Misschien dat ik dat ook voortaan minder ga doen. Alleen, ja, waarschijnlijk er ook niet. Want ik blijf dat soort dingen leuk vinden. Kijk alleen maar naar dat LED-paneel. Dat is ook
40 ampère, 5 volt. De NS is gaan rijden met een Vectron. Ze hebben die in de zogenaamde flow kleurstelling zijn ze die gaan rijden. Als een soort van rijdende website. En Roco heeft een prachtig model daarvan uitgebracht. En het was maart dat ik op een beurs was en dacht, ja, ik ga hem toch kopen. Er zitten van allerlei toeters en bellen op. Ik heb hem zonder geluid. En ik heb hier een paar mooie wagons achter. Alleen helaas, ze laten los. Zo, nou. Bijna gelukt. Dat waren de rest van de wagons. Hopelijk nu in dat volle ornaat, zonder halverwege iets los te laten. En op het laatst, bijna goed. Gelijk met de Vectron kwam er nog wat ICK-materiaal langs, als ik me niet vergis, in eerste klasse. Die komt nog wel langs vandaag. ICK was het korte termijn materiaal van de NS, waar ik ongeveer een hele stam van heb. Daarna kwam, na heel lang zoeken, eindelijk een motorwagen dubbeldekker materiaal op mijn pad. De NS heeft deze ingezet om de 1600-1700's vrij te maken. En dat is in feite wat ik ook doe. Alleen het bleek dat deze locomotief eigenlijk niets kon op mijn baan. En het is een van de aanleidingen geweest, of de druppel, om te zeggen ik ga hem helemaal verbouwen. En als de camera nou niet al te veel over belicht, kijk. Dan rijdt hier een motorwagen dubbeldekker materieel met dubbeldekker materieel erachter. Hij is helemaal vanaf onderop naar boven gereden. Betekent dat een groot deel van de baan in orde is. Ik denk dat hij nu naar een stuk gaat rijden waar het minder in orde is. Oh ja, en de laatste wagon, alle verlichtingband, omdat ik daar nog geen decoder in heb gezet. Daar zit alleen een gelijkrichter in, dus zowel de rode sluitverlichting als de frontverlichting brandt. Ik rijd heel rustig met dit materieel, omdat ik hem nog een beetje een gevoel moet krijgen bij of de baan en deze locomotief wel willen. En als dat een paar keer goed gegaan is, dan kan ik er ook wat harder overheen chasen. Ik weet dat hier een stukje verderop een moeilijk punt zit. Ik ben benieuwd. Dat lijkt goed te gaan. Ik heb in het verleden al een keer een Lima gedigitaliseerd. Een Lima Benelux trein. Maar het resultaat was ik niet helemaal mee tevreden. Dus die heb ik teruggebracht naar analoog. En ik heb een nieuwe poging gemaakt. Deze is niet sterk genoeg, zoals je nu ook ziet, om drie treinstellen te trekken, hoe licht ze ook zijn. Dus het is niet helemaal een succes, maar ik hou hem nog even bij. Ik doe hem nog niet weg, want ik vind hem wel heel leuk om af en toe eens mee te rijden. Maar als ik hem snel genoeg laat gaan, dan komt het allemaal wel net goed. Inmiddels was ik tot de conclusie gekomen dat mijn baan niet geschikt was, niet goed gelukt was en ben ik een flinke tijd aan het breken en aan het verbouwen geweest. En in juli kwam daar een SICK en Marimpel. De SICK heeft geluid. En een bijzonder klein lok met toch best wel goed geluid. Ik hoop dat de camera het oppikt.
er is zoveel te doen geweest over die stoomfluit. Sorry, dieselfluit. Dat het nu wel of niet het goede geluid was. Maar geschreven dat dit ontzettend kleine ding zo ongelooflijk herrie maakt. Ik ben nog steeds niet overtuigd van geluid bij locomotieven. Het is een van de uitzonderingen die bij mij geluid heeft. En gelukkig zit er een knopje op om het geluid uit te zetten. Na de SICK ben ik begonnen met het verder opbouwen van mijn baan. Maar het was intussen regelmatig 40 graden. Ik wil niet weten hoe het heet die op zolder was. Ik heb andere dingen gedaan, zoals op het terras zitten. En ik heb in die tijd een hippel op de kop weten te tikken. Die ik gedigitaliseerd heb. Hij heeft wat problemen met zijn wagons bijhouden. Misschien dat het hem nu lukt. Kijk aan. Ik had gehoopt dat hier een printplaat in zou zitten waar ik een bitcode in kon prikken. In plaats daarvan moest ik hem best wel verbouwen en solderen. De grootste uitdaging is geweest het vervangen van de verlichting door de leds. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar ik heb nog steeds de optie om hier een printje in te zetten. Zodat de verlichting al achter de garages zit en niet via lichtgeleiders gaat. Iets wat ik overweeg, want op dit moment is het niet ideaal. De volgende was deze BR50. Tjoeketjoeketjoeketjoeketjoek. Had verschillende problemen met de drijfstangen en één kap van de verlichting aan de voorkant miste. Die mist nog steeds en ik heb hem analoog gelaten. Dus ik kan hem hier niet rijden, alleen maar zo een beetje over de baan heen schuiven. En in oktober kwam langs eentje die al lang op mijn verlanglijst stond. Ik had al een splinter van Fleischmann en hier is ook de mat 64 van Fleischmann. Het probleem dat er nu nog steeds in zit is dat één van de treinstellen nog wel eens wil ontsporen. Misschien dat ik met wat lood dat op weet te lossen. En het is duidelijk dat beide treinstellen van een andere lichting zijn, dat is ook te zien aan de kleur. Desalniettemin, ik ben heel blij ermee. En ik hoop er snel veel meer mee te kunnen rijden. Het allergrootste project dit jaar, dat was de bietenwagen. Met, ik weet niet meer hoeveel bieten wagons, oude Pico wagons, die ik opgeknapt heb, zodat ze weer drijfwaardig zijn. Wordt er misschien al aankomen. Deze ga ik met een NS1800 voor. En alle wagons die het allemaal die de bouw overleefd hebben. Het is een lekker lang rijtje. Qua lengte doet het niet anders dan mijn valkwijn of mijn containerwagentrein trein te trekken. Zodat we aan de stroomopname die ik nu een beetje in de gaten zou houden. Log best wel achtergezet deze. Ik denk dat ik hier beter een dubbele goedere tractie beter de buurt kunt hebben. Ik ben naar de laatste beurs in Houten gegaan, tenminste die van dit jaar, waarbij ik onder andere mijn Duitse baanwagons mee heb genomen. En dat postwagons om ze om te ruilen of om er wat geld voor te krijgen. De Duitse baanwagons waren allemaal te kort, ontspoorden te makkelijk en was niet wat ik ervan had gehoopt. Ik wilde een Duitse baan IC-trein maken zoals die naar Berlijn rijdt, maar met dat materieel ging het niet lukken. En ik ben teruggekomen met de NS postwagons die al eerder langskwamen. En met deze mooie Pico Trax. Inmiddels zit er een decoder in. En hij rijdt. De hand tot achter. En hij rijdt ontzettend soepel, ontzettend stil.
Een hele mooie lok. Qua details zijn er misschien betere locomotieven, maar qua rij-eigenschappen ben ik er zeker over te spreken. Een van de wagons die er in de achtergrond heeft de neiging wat te piepen en te kraken. Dat moet ik denk ik met wat smeerolie oplossen, als ik weet waar het is. Dan rest mij nog iedereen's favoriet, de statistieken. Ik ben dit jaar door de 1000 abonnees heen gegaan. Zoals ik al eerder zei, dat geeft mij mogelijkheden met monetizing waar ik niks mee ga doen. De meest bekeken video van dit jaar was alweer hoe een helix te maken, ondanks dat ik die zelf niet meer heb. Ruim 3600 mensen bekeken deze, 3600 mensen. Op nummer 2 staat iets over hoe ik mijn tijdtafel opgebouwd heb. En op de derde plaats staat pas een video die ik dit jaar heb gemaakt. Die NS Vectron van Roco die eerder al langskwam. En de eerstvolgende video die het goed deed om in de top 10 van dit jaar terecht te komen was de Motorpost. Al het andere is ouder, waarvan de oudste video een van mijn eerste video's is die nog in het Engels is. Van al jullie die bij mij abonnee zijn, dank daarvoor, hebben 138 daarvan daadwerkelijk ook een melding voor als ik iets publiceer. De rest ziet het vanzelf. En van die mensen hebben er 87 ook een melding zo ingesteld dat ze het op hun telefoon of ergens op een tablet te zien krijgen. Dus de meeste mensen zullen gewoon de hele dag op F5 zitten te drukken totdat ik iets nieuws publiceer. Met ongeveer 80% van mijn kijkers heb ik een knipperenlicht relatie. Die zijn geen abonnee, komen af en toe aangewaaid. En maar liefst 0,6% van mijn kijkers is vrouw. Ik gok dat iemand zijn instellingen verkeerd heeft staan. In totaal zijn mijn video's, zeg half tot eind december, 71.249 keer bekeken in 2022. En bij elkaar hebben jullie 3678 uur aan dit kanaal, laten we zeggen, besteed. Vergeleken met de lockdown van vorig jaar is het allemaal wat minder. Ik ben blij dat er toch nog zoveel mensen zijn blijven hangen die dit een leuk kanaal vinden. Tot slot, natuurlijk, iedereen een gelukkig en gezond 2023. En ik hoop dat ik weer snel terug ben met meer treindingen. Ik heb hier al wat dingen klaar liggen. Zoals een Acme wagon. En er zijn wat dingen langsgekomen waar ik nog wat meer in meer mee wil gaan doen. Dus ik ga de komende dagen waarschijnlijk nog wat meer opnemen en klaarzetten. Bedankt voor het kijken. En tot snel. Heeft de variant uitgebracht in een NS-keurstelling met het flow design. En die kwam dus ook langs. En daarna heb ik deze Hippel opgeknapt. Deze had als probleem